We staan hier bij wethouder Muller en de initiatiefneemster Laura. Die de plantsoenen in de Grutto in Moerkapelle gaan onderhouden. Hoe kom je hier zo bij, Laura? Ergernis, irritatie. Irritatie waarover? Over de krappe parkeerplaatsen, het slechte onderhoud aan het groen. De straat die gewoon niet meer gezellig was. En dat gaat die nou alweer worden, want wat ga je daaraan doen dan? Nou, we hebben al een heleboel gedaan en in samenwerking met de gemeente. Wat nu het plan is, de straat is gereconstrueerd, zoals dat zo mooi heet. En de bedoeling is dat wij het nu zelf gaan onderhouden. Wethouder, is dit een kostenbesparing? Nee, het is geen kostenbesparing. Het is wel, want je hebt ook je begeleiding eraan. Maar het is wel, doordat mensen zelf met hun straat bezig gaan, kan je wat meer doen. En dat, ja, dat is een enorme bevordering van de leefbaarheid van zijn straat. De keuze van wat hier gepland wordt, ligt die bij de bewoners of is dat toch wel de gemeente die dat bepaalt? Ik heb begrepen dat er wel een lijst was met planten waaruit gekozen is. Ja. Maar, doordat je wel weet dat je planten neerzet die wat langer mee kunnen gaan. Maar het is niet dat ze zeggen, u zult alleen één plant neerzetten, dat niet. Dus hoef je binnenkort geen palmstrand te verwachten? Nee, dat niet. Daarvoor moeten we naar Nesselanden of ergens anders naartoe.